vandaag in de podcast. Zo'n foto dat hij weer bij Monique lag op de bank. Maar ja, zijn kind woont daar. Ja. Weet je, dus... Maar hij moet daar zijn alleen voor zijn kind. Hij mag daar, dat is eigenlijk volgens de mensen die een mening hebben. Die zeggen, hij is echt niet voor zijn kind. Kijk, hij ligt gewoon op de bank. Ja, nou... Ja, moet hij dan? Moet hij in een hoekje in de gang blijven staan? Waar moet staan, ja. Ja, dit vind ik dus wel irritant. Hè? Dat Erika... Mm-hmm. Ik weet niet. Ik heb iets tegen haar. Zij probeert een beetje... Zij heeft dat belerende. En hier probeert... Nou ja, en hier probeert ze sowieso een heel politiek correcte antwoord natuurlijk. Van, we willen ook toch meemaken hoe het dan voelt ook. Wat Mark dan had moeten doen ook, is natuurlijk zeggen van... Oh, sorry, dit was voor de Piemelpimp workshop. Ja, het is voor de workshop. Sorry, dit blijkt me. Het is dus niet het goede nummer, begrijp ik niet. Sorry. Ja. Oh, shit. Hebben zij zeker de notulen gehad? Doe het daar Jee, daar zijn we weer. Hey. Zijn we weer. Ja, echt. Ja, mensen hebben ons gemist, Ranier. Echt waar? Ja, de stuk of 10-20 mensen. Die waren toch wel helemaal... potverdorie. Wat? Geen podcast? Volgende keer extra lang. Nou, dat doen we even niet. Nee. Nee. Ik wil jullie al van gelijk uit de droom helpen, maar... we zijn er gewoon. Wees daar gewoon even dankbaar voor of zo. Ja. Want ja, het was een beetje een lastige week voor ons vorige week. Omdat wanneer ik kon jij niet. En dan wanneer jij kon ik dan weer niet. Nee. Dus dat was echt heel lastig. Dus, ja. Dus hebben we even moeten skippen. Ja, jij nog dingen, kan jij nog uitleggen waarom je de bepaalde dingen, wat jij had vorige week? Of zeggen van dat is voor mij, wat ik heb meegemaakt is niet zo heel interessant. Nee, ja, mijn vriendin die ging, die had via een vriendin, die ging dan trouwen en een vrijgezellenfeest hadden ze gedaan, die gingen piemel pimpen. Oh ja, ja. Maar dan eigen piemel, gekleide piemels. Ja, maar dat is toch ook, dat je denkt van iedereen tegenwoordig over Marco Borsato, Ali B, Jeroen Rietbergen, openbaar ze ook. En die vrouw die gaat gewoon doodloop piemel pimpen. Ja. Maar dus wat Overmars deed, er is wel een markt voor. Ja. Alleen hij heeft gewoon, volgens mij, dus echt net naar de verkeerde gestuurd ook. Ja. Ja, want ik bedoel, als je gewoon 18 vrouwen hebt, die getrouwd zijn, kinderen hebben, alles erop, die het leuk vinden om anderhalf uur piemels te gaan beschilderen. Ja. Ja, maar wat Mark dan had moeten doen ook, is natuurlijk zeggen van... Oh, sorry, dit was voor de Piemelpimp workshop. Ja, het is voor maar, de... Voor sorry, de dit, blijkt, dit is dus niet het goede nummer, begrijp ik nu. Sorry. Ja. Oh, shit. Hebben zij zeker de notulen gehad? Doe elkaar Ja. Oh, wat stom zeg. Kut, de tactiekbesprekingen liggen dan bij iemand anders. Die zijn er nu bij. Die Piemelpimp workshop. Ja. Die gaan dan helemaal klagen. Ja, wat is dit nou? Tactiekbespreking, we zouden piemel krijgen. Ja, er moet inderdaad ook een groep zijn die boos is op Mark, inderdaad om de andere verkeerde reden. Ja, we zitten nog te wachten. Ja, waar blijf je nou? Of, ja. Ja, het is ook wel, ik vind het ook wel belachelijk dat hij zo snel naar een nieuwe club is gegaan. Ja, want laten we even naar Mark Overmars gaan, want we waren... We hebben het intro nou al gehad. We gaan nu gewoon door wat er allemaal... je moet het over Overmars hebben. Ja, maar zo snel al. Ja. Ik begrijp wel dat mensen dan op een gegeven moment, weet je... Als ze dan boete hebben gedaan, boetekleed aangetrokken... Ja, dan moet je weer leven. Als Jeroentje Rietberg, die zit dan in therapie in Amerika en zo. Ja. Weet je, dus op een gegeven moment dan... Ja, ik kan ook denken van op een gegeven moment... Hoe lang moet je boete doen? En op een gegeven moment, moet je toch ook wel weer zeggen van... Zelfs moordenaars die worden op een gegeven moment vrijgegaan. Ja, nee, natuurlijk. De moordenaar van Pim Fortuyn, die is weer vrij. Dus dan... Maar zo snel, dat ik denk van... We zijn nog eens een maand verder. Ja. Nou, maar en dat betekent dus ook al, want dat werd ook al gezegd... Dat hij al na 2 weken in onderhandeling was. Mm. Dus ja... Ja,
Maar, ja, maar hij vindt wel alles spijtig. Ja, dat is ja, natuurlijk. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar er hebben volgens mij al 4 of 5 sponsoren teruggetrokken. En wat wel grappig was, een van die sponsors die zich heeft teruggetrokken, was een ongedierte bestrijdingsbedrijf. Dus die werken met ratten, ja, met kakkerlakken, met strontvliegen. En ja, zelfs voor hun ja, is Mark Overmars te smerig. Ja. Oké, nee, dit is wel heel smerig. Ja. Ja, en het is ook wel, ik vind het heel dom. Dit. Want voor het geld hoeft hij het ook niet te doen, hè, Mark Overmars. Nee. Want die man. Nou ja, maar hij moet sowieso wel waarschijnlijk miljoenen terugbetalen. Ja, maar goed, dat, voor hem maar is dan heeft hij nog steeds. Schijntje. Ja, precies. Toch, die man die bulk van het geld. Ja. Het is niet dat hij, zoals weet ik veel, Barry van Aarle. Ja. Want die was postbode, toch? Ja. Ja, dat hij anders huur niet kan betalen. Ja. Nee, die bulk van het geld. Dus hij had gewoon even een jaartje gewacht of zo. Ja. Of iets achter de schermen gedaan. Dat kan toch ook ja, doen. Precies. Ja. Maar ook gewoon ja, die persconferentie daar. En zei hij, ja, is heel spijtig, maar ik wil ook gewoon verder, zei hij. Ja, na een maand al, hè? Ja. Ja, het begon toch een beetje te kriebelen in mijn ballen, weet je wel. Ja, je vakanties duren nog langer voor mensen. Ja, echt zo. Het is bizar, ja. Dat je gewoon had lekker op vakantie gegaan. Ja. Net zoals als die little kleine zit in Thailand. Ja. Toch? En want dat vind ik ook zo mooi. Want wat ik over Little Kleine gelezen. Want die is in Thailand, die is aan zichzelf aan het werken. Ja, een soort van anger management therapie of zo ging hij doen. Ja, ja, Muay Thai. Ja, ja. Dus, hij gaat dan ook echt naar palmbomen te schoppen. En, ja. Maar dat hoor je altijd. Dat doen ze altijd. Ja, ik ben aan mezelf aan het werken. Dat is gewoon een standaard uitdrukking. Ja. Ja, dat mensen dan denken, oh, hij is wel een zelf aan het werk. Tuurlijk ja, is hij. Ja, en een beetje Bangkok klinkt natuurlijk ook gewoon lekker ver in het oosten, verre oosten. Ja. Je, oh ja, mooi, ja, gezen. Boeddhisme, en die zit zeker in een of andere klooster. Zit die, hij zit sowieso in een of andere Thai, dat is... Die zit gewoon in van de ene pingpongshow naar de andere. En die loopt daar zich allemaal in een slag in de rond te neuken. Ja. En te zuipen, ja, tuurlijk is hij niet dan zelf aan het werken. Nee. Houd toch op maar. Nee, maar wat ik dan ook mooi vond, zeg maar, bij Leeuw Kleine, was op een gegeven moment dat Mart Hoogkamer en Donnie, rapper ja, Donnie, die zaten dan bij Jinek. En ja, die zeiden echt, nee, wij nemen echt afstand van Leeuw Kleine, want waarom blijf je af? Dat vind ik wel altijd zo mooi, hè, zo'n statement. Ja. 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 Nou, dat hebben we toch even mooi gezegd, hè? Ja. Dat je gewoon, dus die aflevering, die show is afgelopen van, en dan zo heel op de borst kloppen van, nou, dat hebben we even mooi gezegd, inderdaad. Ja. Punten gescoord. Ja, maar dat hij zo thuis komt bij zijn vriendin en vriendin zegt, ik ben trots op je schatje. Ja, dat heb je echt goed gedaan. Je bent goed opgekomen voor alle vrouwen. Ja. Nee, maar dat is gewoon een plicht. Ik vind dat gewoon een plicht, weet je, dat, ja, van vrouwen blijf je af. Ja, ja, maar natuurlijk, dat is toch logisch, dat weet ook iedereen. Ja. Ja, dat rare... Kijk, dat is wel een statement geweest. Dat je zegt, nou, soms, had ik het wel begrepen. In sommige gevallen. Nou, ik begrijp Leeuw Kleine wel, hoor. Jullie kennen Jamie niet. Nee. Denk je dat? Ja. Ja, hij is echt een klerenwijf, kan het zijn. Ja. Kijk, dan, maar nee, tuurlijk blijf je van vrouwen af. Ja. Ja. Dat kan iedereen wel bedenken. Kan een kind van 4 ook wel bedenken. Ja. Ja, maar dat vind ik, is altijd zo stom, ja. En wat ik ook, zullen we gewoon doorgaan naar het volgende of niet? Ja, ga maar door. Jij neemt gewoon alles over. Ik vind het goed. Nee, maar jij hebt ook 2 weken gemist, hè? Dat moet er bij jou ook uit nu, merk ik. Nee, ik moet direct weer naar optreden, dus ik moet even snel. Ja. Ik ga alles snel doorheen jassen. Nee, ja, maar wat ik ook heel raar vond, dat mensen nu over Dreetje Hazes, dat die... Dat hij dan zegt, allemaal foto's post van hij ziet er heel slecht uit. Ja. Weet je, Hazes. Nou, ik heb die foto gezien. Hij ziet er altijd nog beter uit dan ik, sowieso. Ja. Weet je, maar wat ziet er nou slecht uit aan hem? Het is niet dat hij Peter Gillis is geworden of zo. Nee. Nee, toch? Hij is een beetje afgevallen. Maar ja, het is niet dat die jongen er beroerd uitziet, vind ik. Nee, hij ziet er, nou ja, hij heeft alleen zijn haar. Hij heeft geen Jones haar. Nou, ja, ja, dat okay, is maar dat en hij heeft hij al 8 jaar niet meer. Nee, maar hij ging ook... Kijk, normaal als je natuurlijk naar tv-shows gaat of je gaat optreden... Ja, dan ga je in de green. Dan ben je helemaal... weet je, dan is je huid gedaan of weet je, kleurtjes. Dus, ja. En hij ging nu als privépersoon
was die gewoon bij hem. En vroeger ging hij, kijk, want die ging net als die moeder van hem, ook wel heel vaak naar onder de zonnebank volgens mij. Want die moeder, dat is net zo'n aangebrande tosti, weet je. Die lijkt nu heel erg op Jack van Gelder. Die is ook heel bruin. Ja, maar het is net zo'n oude leren tas. Ja. Het is net zo'n krant die je dan, weet je, in de tuin hebt laten liggen. En het hebt geregend en die is weer opgedroogd in de zon. Ja. Ken je dat hele, dat zo'n slang die dan aan het vervellen is. Ja. Het vel wat overblijft, dat is dan Racho Hazes. Ja, of gewoon... zeg maar allemaal oude kranten bij elkaar die je in de fik hebt gestoken en dat die restjes ervan gewoon zwarte gewoon. Dat, die uitzagen regelt, ja. Ja. En dat is nu, dat, kijk, maar hij ziet er gewoon, ja, die jongen, ik vind hem gewoon prima eruit. Ja, ik weet niet wat mensen daar nou, maar iedereen moet er ook weer iets van vinden, want er was je ook bij zo'n foto dat hij weer bij Monique lag op de bank, maar ja, zijn kind woont daar. Ja. Weet je, dan, dus... Ja, maar hij moet daar zijn alleen voor zijn kind. Hij mag daar, dat is eigenlijk volgens de mensen die een mening hebben. Die zeggen, ja, hij is echt niet voor zijn kind. Kijk, hij ligt gewoon op de bank. Ja, nou... Moet hij in een hoekje in de gang blijven staan? Waar moet staan, ja. Nou, ik kom mijn kind ophalen. Ja, blijf even in de gang staan. ja, wat je doet, ja. Maar niet verder dan de gang komen. Ja, wat er ook gebeurt, je gaat niet op de bank liggen. Jij gaat gewoon... Ja, maar dat is voetbal. Nee, je gaat niet op de bank liggen. Ja. Ah, fuck. Ja, nee, dan ga ik een foto maken. Maar dat was dan weer van Monique uit. Want Monique heeft natuurlijk die foto gemaakt. Ja, oké. Maar kijk, mensen weten totaal niet wat er aan de hand is. Ja, misschien dat hij wel weer gewoon met die kop tussen die dikke tieten van Monique zit. Dat kan. Ja, dat kan. Maar dat moet hij nog altijd zelf weten. En Monique ook. Zijn volwassen mensen. Ja, maar dan heb je altijd van die idioten die Monique al volgen. Want ik bedoel, wat is er interessant aan die Monique? Ja. Helemaal niks. Nee. Maar dan heb je altijd van die idioten die haar al volgen. En die dan gaan er ontvolgen. Ja. Omdat ze het belachelijk vinden dat hij hem weer in huis neemt. En dan denk ik, de enige reden dat je haar volgt is omdat zij met hem ooit is gegaan. Ja. Ja, als toch? Als, net zoals die Sarah Soele. Ja. Niemand die ooit van het hele kind had gehoord. Nee, maar... Sarah Soele is wel meer dan de ex van, hè? Dat laat dat niet... Ja, het is een coke junk. Ja. Ex-coke junk. Maar ik bedoel, maar niemand die ooit van had gehoord. Het enige reden dat mensen nu... dat ze een beetje interessant is, omdat ze een leuk kopje hebben. En omdat ze met hem is gegaan. Ja. Maar idem, Monique. Toch? Ja, maar het leuke is ook, dat die mensen, die gaan dan onder een post van Monique... gaan dan tegen Monique iets zeggen, zeg maar. en dan, ze denken ook... Gaat er serieus op in ook. Ja, maar ze denken ook dat ze invloed kunnen uitoefenen op, weet je wel. Ja, je moet, ga bij hem weg. Of je moet echt niet... maar inderdaad, Monique gaat reageren, dat is wel fout. Maar als je inderdaad echt een big shot bent... als je echt een bekende Nederlander of een bekende wereldster bent... dan heb je daar helemaal geen tijd voor om toch op iedereen te gaan reageren. Nee. Dat is even normaal. Het Kobe uit Purmerend. Ja, en dat je dan daar afstand aan neemt. Dat je dan, nou Kobe, moet je eens even luisteren. Zo zit het helemaal niet. Weet je, ook dat we echt zo publiekelijk gaan uitleggen. Je moet je lekker met je eigen leven bemoeien, Kobe. Ja. Doe toch ook zelf wil. Je weet helemaal niet wat er speelt. Nee, dat weet je helemaal niet. Nee, precies. Ja, het wordt zo ordinair en platvloers en dommig. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk nog Rachel, want ze heet Racho Hazes natuurlijk. En die gaat dan met Klaas Otto. En, maar daar wil ik even niks over zeggen. Nee, ik zal even alleen maar oplezen wie hij is. Want, zou ik ook niet doen. Ik heb hier gewoon een motor voor de deur. Gequote van RTL Boulevard. Want die zegt, wie is deze man met wie Racho haar tijd doorbrengt? Ja. Zijn naam is Klaas Otto. Ja. En de twee zijn geen onbekenden van elkaar. Klaas is de oprichter van de veelbesproken motorbende No Surrender. Bij het grote publiek werd Klaas bekend nadat hij werd beschuldigd van afpersing, vrouwenmishandeling. Dit is al genoeg. En witwassen van 1,3 miljoen euro. Kortom, Mr. Perfect. Nee, ik vind het topgozer. Echt waar. 6 jaar gevangenisstraf kreeg hij. Heeft hij gevangenisstraf gehad? Ja. Ja, maar ik blijf hem steunen. Ja, blijf een topvent. Ja. Maar die gingen dus blijkbaar, dat was ook waar Hazes werd gefotografeerd, waar André werd gefotografeerd met zijn crackhead. En Rachel, die werd daar dus ook maar jij zegt crackhead, maar... Ja, hij heeft wel een ingevallen bekkie, dat moet je gewoon toegeven.
Ja, ik weet niet, maar ik bedoel, het is niet dat wij er zo florissant uitzien. Nee, ja, daar gaat het niet op dit moment. Nee. Of maar, ik dan, laat ik zo ja, zeggen. Kijk, ja, ik zit er heerlijk bij. Maar, Na 4 zakken chips en een gevulde koek, heb je eigenlijk geen geval een kopje, nee. Nee, dat is één ding wat zeker is. Daar zorg jij wel voor. Ja. Ja. Maar Rachel werd te zoenend gespot met Klaas Otto. Oké. Okay. Ja. En ja, dat ging dus op internet. En dan had je zeg maar wat is het, ex, want Klaas heeft ook een ex. Oké, ja. En die ging dan, die had nog het wachtwoord van Klaas Otto. Want dat was toen nog de vriendin of zo. Oké. Okay. En dan stond er, dus op de pagina van Klaas Otto, werden dus berichten gepost, alsof hij het was die wat ging schrijven. En toen werd er gezet van, mijn telefoon is gehackie. Dat moest gehackt zijn. Door Hazes, die oude speedjunk. Ik hou van mevrouw Gracia Kraus, voor altijd. die oude junk wil me als bescherming, maar ik heb mevrouwtje Gracia Kraus. Ik wil geen vrouw die als 52 is en als hoer heb gezeten. Welke vrouw? Ja, ze hebben het over Rachel Hazes. Echt waar? Ja, dus Klaas, die doet... of die ex van Klaas, die schrijft dit dus op de pagina van Klaas. Oh, als zijnde. Ja, okay. zij doet net of hij dat heeft geschreven. Ja, ja, ja. En dan staat er, als Gracia Kraus weet ik nergens van en wil AUB niet meer hier tussen betrokken worden. Sta hier ver boven, weet niet wat wel en niet waar is, maar die vrouw is geen concurrentie voor mij. Dit is wat ik te zeggen heb, Klaas, is sorry aanroepen, maar of waar is of niet zoeken, die twee maar uit. Ik ben volwassen en voel me... Weet niet. Nou, ze komen over als iemand die heel wel bespraakt is. Ja, intellectueel. God, kan leren. Ja, ik denk dat inderdaad Klaas toch denkt van, ik ga naar Rachel, dat is toch minder. Ga naar die oude speedjunk. Ja. Daar kun je een gesprek mee voeren. Ja, dat, nee, dat, maar ik wil even niks meer over die man... Nee, oké. Dus ja, het is wel spannend. Laten we dat daarop houden. Ja, ik gun die mensen gewoon het allerbeste. Ja, tuurlijk. Maar ook kijk, die Dreetje Haas, dus ja, ik weet niet. Maar volgens mij wordt ook door het management ook gestuurd, denk ik. Dat elke scheet die laat, die probeert ze gewoon in het nieuws te krijgen. Ja, dat is ook wel zo. Want dat merk ik wel van, hoe heet die gast? Johan Flemmings. Ja. Daar hebben natuurlijk die roast voor gedaan. Maar die weet ook donders goed hoe het werkt. Ja. Die weet hoe die aandacht kan genereren. Ja. En dan doet hij weer iets geks. Maar dan doet hij dat weer een beetje overdrijven. Ja. Dus zo werkt dat gewoon. Ze leven daarbij. Ja. En ook net als met al die BN'ers die dan in belspelletjes of in de televisiespelletjes gaan zitten. Ja. Dat hoort bij het BN'erschap. Ja, maar ik bedoel... Daardoor blijf je bekend, daardoor ben je in de picture. Ja, maar dit is hetzelfde met die Lange Frans. Die heb gewoon ooit een keer dat nummer met Baas B, het land van. Ja. En kijk, want echt rappen, ja, ik weet niet. Ik vind het echt belabberd wat hij doet. Maar op een of andere manier is hij de laatste jaren toch steeds het nieuws. Ja. Lange Frans. Ja, nou ja, dat komt natuurlijk omdat hij dacht van, hé, ik ga nu iets over corona roepen. Oh, dus hebben daar mensen gaan daar dan wat over zeggen. Oh, dat werkt wel. En dan, en op een gegeven moment gaat hij echt zo gek denken. Ja, maar ja, het werkt. Kijk, je blijft wel relevant. Ja, ja, mensen blijven over je praten. Ja, en, dus hij blijft, ja. Maar goed. Maar trouwens, nog ander nieuws was natuurlijk ook, want dat was wel heel erg ook shocking. Roy Donders. Ja. Die heeft een relatie met een vrouw. Ja. Ja, nou, ik heb hem gezien. Ja, een andere type. Je kan er over twijfelen. Ja. Maar het schijnt ook wel dat hij haar wel alleen in de reet neukt. Dus dat is wel. Oké, dat is nog wel klasse van hem. Ja. 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 Dus, ja. Maar ja. Ja, maar. Heb je een ex nu van Roy Donders die zegt: in mijn beleving is hij homo? Ja. Ja, gaan we nu dit krijgen van. Gaan we nu over iemands geaard? Ja, ik weet niet of dat. Ja.
Nou, blijkbaar ja, vindt laat hij... Hem, als hij dat nou lekker vindt. Ja, als hij dan toch denkt, ja, Kutje is best wel oké. Okay. Dan denk ik, ja, dat is... Gaan we nu, dat is apart, gaan we nu iemand bashen van... Ja, hij is hetero. Ja, dat is echt omgekeerde wereld. Dan. Vuile hetero. Vuile hetero dat je bent. Ja, lekker kutjes lekker. Ja, klootzak. Die ex inderdaad van... Je hebt me bedrogen, je bent gewoon een vieze hetero mee. Ja. Al die jaren. Je wist het al gewoon al. We hebben net twee kinderen geadopteerd en nu kom je uit de kast dat je hetero bent, klootzak. Ja. Een klootzak, ja. Haat hetero's. Ja. Je moest er ook niks van hebben. Vroeger vrouwen dit, vrouwen dat. En opeens ga je gewoon stiekem afspreken in de bosjes met hetero vrouwen. Ja. Godverdamme. Ja, dan ben jij een razige hetero, ja. Ja, want het, ja. Ik vind hem... maar als hij dat dan wil, weet je. Dat ik bedoel, ja, laat mensen gewoon lekker... Kijk, want dat is natuurlijk... als hij dat nou... En ja, dan is hij gewoon bi. Ja. Broodje donders. Ja, maar je hebt weer heel veel andere benamingen. In plaats van bi heb je ook panseksueel. Panseksueel, ja, tuurlijk. Ja. En wat heb je nog meer? Interseksueel. Ja, dat soort dingen. Of aseksueel, dat je gewoon echt helemaal niks... Ja. Maar, ja, de rode donders, zet hem op. Ja, huppakee. Ja. Op die dot. Ja, en Hans Kazan, dat was ook een dingetje. Ja, die dat was spannend. Dat was, die was bijna dood volgens mij, Hans Kazan. Ja, maar het, volgens mij, het was ook wel een beetje zijn eigen schuld, had ik begrepen. Want, het schijnt dat hij bang is voor prikken. En elke keer als dan een zuster kwam, dan goochelde die zo'n spuit weg. Oké. Ja, sorry. Die knippen we eruit. Ja, dit was echt het leukste wat ik ervan kon maken. Ja, heb je twee weken lang op zoek broeden? Ja, je hebt echt twee weken de tijd en dan komen we met dit. Ja. Kan je iets met een konijn doen? Ja, nee, of een duif of een... Ja. Nee, weet je wat, een kaart. Ja. Dus dat... Nee, maar die man is toch ook best wel oud? Ja, inmiddels wel. Ja. Die man is op een gegeven moment, Hij kreeg zijn eten niet meer binnen, geloof ik, of zo. Hij hield zijn eten niet meer binnen. Dat is ook wel een goede truc, toch? Dat je gewoon al de eten zo uitkost. Of die vrouw die kan gewoon niet koken. Ja, dat kan ook. Kan ook, ja. Ja, ik vond van Hans Kassan wel altijd mooi. Dat dan keek ik op een gegeven moment zijn tv-programma's. En dan zei hij altijd, dan ging hij zo iemand uit het publiek halen. En dat was echt goed. Comedietrucje was het, bleek later dan. Hmm. Want dan zei hij altijd van, nou, kom op podium en schrikt u niet van het applaus wat hij straks gaat krijgen. Oh ja, ja, leuk. Ja, goed was dat. Dacht ik, dat is leuk, ja. Ja, dat is echt zo, dat je, jezus, wel. Wat is dit slap. Maar dat was juist eigenlijk wel heel ja, dat is leuk. En daarna had je die zoons van hem, die gingen het ook over, toch? Dat was echt, je gewoon ook in zo'n milieu hadden ze aan. Die een had ook zo'n haarband. Ja, dat. Ja, maar ik ga nu een truc doen. Ik laat nu een pik in mijn reet verdwijnen of zo. Ja, maar dat waren ook... Die slecht, zons, jongens. Ja, slecht. Slappe aftreksels. Maar ze leken wel echt op hem in hun hoofd, zeg maar. In hun gezicht. Ja. Waren echt jongere versies van Hans Kazan en slechter dan. Ja, want Hans Kazan was eigenlijk al een slap aftreksel. Ja. Maar zij waren daar nog zo'n slap aftreksel van. Ja, dat was echt heel slecht. Ja, en dan had je zeg maar... had je ook zo'n assistente... En daar neukt een van die twee ook mee, geloof ik. Die hebben een relatie, geloof ik. Ja. Maar die spanning voelde je ook altijd wel. Dat je, die assistentie had zo'n pakje aan. Maar dat is wel ook met Hans Klok en zo. Maar Hans Klok, daarvan weet je gewoon, die doet niks ermee. Maar... Nee, wel met die mannelijke assistent. Ja, precies. Daar liet hij dan echt... Daar laat hij ook nog wel eens een pik ergens verdwijnen. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook met goochelen, dat je die spanning altijd een beetje voelt. Ja, die seksuele spanning. Ja, dat is eigenlijk dat hele, weet je, met zo'n, dat ze dat ding gaan doen, midden gaan zagen en zo. Ja, maar daarom word je ook goochelaar, toch? Vanwege door die seksuele... Ja, ik dacht dat je een beetje ziek in je hoofd bent. Ja, dat ben je dan sowieso wel. Ja. De eerste keer dat ik Victor Mits tegenkwam. Oh ja. Maar toen was hij niet bekend. En toen zat hij in de bar. En toen zei hij, ik ben illusionist. En toen zei ik, doe eens wat. Dat vraag ik natuurlijk altijd. Ja. Maar hij had echt, ik weet niet of het nu nog zit, maar hij had altijd een paar kaarten bij zich. En dat vond ik heel cool. Hij had echt een kaarttruc. Ja. Ja, dat vond ik echt heel cool. Dat is wel echt een ding van, dat is het handige van een goochelaar zijn. Je kan inderdaad met een spel kaarten, kan je al indruk maken op vrouwen. Ja.
Ja. Want dan is, maar het is... ik zit zo dicht bovenop, maar ik kan het echt niet zien. En ik kan nog een truc. En dan opeens zit je op iemands hotelkamer zo. Doe ja, zit je op zijn pik, ja. Ploets, zo. Zit je op zijn pik, op zijn toverstokje zit je. Ja, ja maar een konijnetje kut over. Maar, ja. Maar dat is, ja, dat is, maar dat is met een zo'n illusionist. Want je mag niet goochelaar zeggen, hè. Dat is boos. Maar het is een illusionist. En dan is het van, doe eens wat. Maar het is bijvoorbeeld niet, iemand, ik ben gynaecoloog. Dat is van, oh ja, doe eens wat. Ja. Okay. Hou eens uit mijn kut dan. Ja. Oh ja, ben je gynaecoloog? Laat zien dan. Ja. Nee, maar dat is, dat is wel, dat is denk ik ook wel het grappige van. Ja, maar daarom oefen je gewoon op je zolderkamer met kaarttrucs. Ja, en dan opeens denk je van, ik ben er nu al klaar voor. Ja. Ik ga nu met een pak kaart naar het café. Ja. En moet jij eens opletten. Ja, moet je kijken wat ik aan de haak sla. Ja. Ja. Met mijn kaarten en mijn toverstok. Ja, dat je toch en dan dingen achter iemands oor vandaan halen en zo. Ja, het is allemaal heel flauw, maar ja, als je het goed kan. Weet je, je staat op de rand van, what the fuck? Ja, al heb je 3-4 trucs die je gewoon, die doe je dan in één café. Nou, dan heb je het ene café uitgespeeld. Ja. Nou, dan ga je naar het café ernaast. Ja, kijk. Ja, het is wel een... Het tovert altijd wel. Je maakt altijd een connectie. Het tovert een lach op je gezicht. Ook grappig. Maar je maakt altijd een connectie. Je kan... kijk, want het is heel moeilijk om zomaar een gesprek met iemand te hebben. Van, hey, kom hier vaker. Weet je, dat is niet echt origineel. Of een kut openingszin of zo. Neem je kan een kaart in gedachten. Ja, dat is, als je daarmee begint... Yeah. En dan is dat van, ja, zo wel. Je probeert me gewoon te versieren. En dan laat je zien van, nee, ik ben gewoon echt beroeps. Weet je wel? Dat je gewoon echt serieus neemt. En niet op die dingen ingaat van, nee, echt serieus. En dan kan je scoren met je talent. En daarna ga je grapjes maken. En dan, kat in het bakkie. Ja. Kat in het bakkie. Eigenlijk is dat gewoon, dus word goochelaar, mensen. Ja. Twijfel jij over hoe je vrouw... ik denk echt dat wel de manier... Tip van de week. Ja, tip van de week. Word goochelaar. Ja, goede tip. Ja. En word geen... Piet Paulusma is... Ja, die is overleden, ja. Ja, dus het is wel heel... Kijk, het lullige... Hij was gewoon niet zo oud geworden. Nee. Nee, dat is echt... en kijk, hij was toch altijd heel sympathiek, vond ik. Ja, dat is wat iedereen vindt. Ja, en, het is altijd een beetje stomzinnig, maar ik vond iemand zo sympathiek. Ja, maar hij werd eigenlijk nooit echt serieus genomen. Nee, maar dat... Maar dat nu opeens wel door alle... Ja. Alle weermannen ook, dat is ook apart. Ja. Hè, want dan, we gaan nu naar het weer. En dan Gerrit Hiemstra, even een momentje... Piet Paulusma. Overal bij elke weer werd even teruggeblikt. Ja. Oh, nee, ja, dat was natuurlijk. Ik heb hem twee keer ontmoet. Of nou ja, ik ben in de gang heb ik hem bij twee keer ontmoet. De ene dag was het 14 graden, half bewolkt. En de tweede keer had hij het weer helemaal verkeerd voorspeld. Even zo nog even een trap na. Nee, maar die man... zou ik zeggen, hij zat natuurlijk wel heel vaak naast. Nog even zo... zei hij dat? Nee. Nee, maar dat is gewoon... Kijk, die Piet Paulusma, ik vond hem altijd heel leuk. Je werd altijd een beetje vrolijk van hem. Ja. Toch? Terwijl die alleen het weer presenteren, maar het is altijd dat je denkt, het is wel leuk om even naar te kijken. En Oetmoen, en al die mensen erachter. En hij heeft letterlijk Friesland op de kaart gezet ook. En inderdaad, hij kwam uit Harlingen zelf en hij was natuurlijk al op allemaal locaties. Ja. En dat zorgde altijd wel voor een beetje voor wat reuring. Het was gezellig en leuk. Ja, dat bedoel ik, ja. Met die groepen om hem heen. Ja. Piet Paulusma heeft wel echt inderdaad voor een verandering gezorgd wel. Dat kan je wel zeggen. Die heeft het weer wat meer toegankelijk gemaakt. Dat is ook raar. Hè? Dat je het weer blijkbaar toegankelijk moet maken. Of kan of leuker. Het weer leuker maken. Ja. 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 Maar je kan het ook geiler maken. Ja. Ja, dat heb je in die Zuid-Amerikaanse landen toch? Ja.
Ja, och, dat vind ik eigenlijk nog beter. Ja, maar dan blijft er niks hangen. Ja, niet er wel, maar... Ja, dan weet je niet van... Wat weer worden morgen. Ja, wat zijn ze nou allemaal? Ik heb het 6 keer bekeken. Ja. Wat zit je nou weer te... Weer ja, joh, ja. Ja, ik ben zo dol op hoge drukgebieden. Ja. Nee, maar dat is... ja, en, maar dat was dan ook weer apart, want dat was, hoe heet ze? De Nieuwe. Jong, Anja de Jong, die had dan geschreven van... Ja, het is wel jammer dat Piet eigenlijk niet nog bij Talpa zat. Want dan had John de Mol nog een heel mooi iets van kunnen maken. Qua eerbetoon of weet ik veel wat. Huh? Ja, hadden ze nog kunnen scoren. Qua kijkcijfers. Oh. Dus dat werd haar ook niet in dank afgenomen. Want iedereen die ging helemaal los op haar. Nee. Van, je kan ook gewoon even je mond houden een keer. Maar wat dus een paar dagen later bleek. Was dat Max, die had hem wel gevolgd met een camera. Al een half jaar of drie kwart jaar of zo. Wie Verstappen? Nee, Max. Omroep Max. Ja, Jan Slachter. Ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, het programma hadden ze ook gemaakt. Ja. En dus uiteindelijk was er dus wel een mooi eerbetoon. Oké. Okay. En toen zei hij ook blijkbaar, over 4 jaar komt er een Elfstedentocht. En toen ging hij dood. Dat is een beetje het einde. Echt waar? Ja, letterlijk. Hij had nog iedereen bedankt. Ja. Voor het kijken. Ja. Al die jaren. En dat heeft hij allemaal heel erg gewaardeerd. En dat vond hij geweldig. Dus daar wilde hij mensen voor bedanken. En hij zei inderdaad nog. Ja, ging hij soort toch van met een weerbericht eruit. Ik voorspel over 4 jaar komt er een Elfstedentocht. En dan hoop ik dat jullie allemaal aan mij denken. Wow. Maar ja, dit is wel. Hij legde wel iets neer dan, zeg maar. Van oké. Dus ja. Nu moeten 4 jaar wachten. Wel gaaf zijn als het er ook echt komt. Ja, maar ook. Dat zou heel gaaf zijn. En als het dan niet komt. Of over 3 jaar. Dat iedereen zegt, hij is echt suf, hè. Je bent zo slecht, die Piet Pausma. Ja. Hij zegt 4 jaar. Het is over 3 jaar al. Ja. Maar het zou wel gaaf zijn als het er komt. Ja, dat wel. Maar het is wel, ik hou ook wel van die symboliek. Maar het is ook wel, ja... sommige dingen, net als met wat Angela zegt, van iets moois van me kunnen maken. Nee, sommige mensen kiezen er inderdaad voor om het ziek te houden. En dat heeft hij op deze manier al wel gedaan. Maar eigenlijk vind ik wel, het is wel stoer. Ik bedoel, kijk, met die Willibert Verquer, het is natuurlijk heel erg wat hij heeft. Ja. Maar hij loopt nu overal te roepen. Ja. Van, ik heb niet lang meer te leven, niet lang meer te leven. En hij probeert er ook een soort van bepaalde sympathie, denk ik, ook mee te krijgen. Maar ik vind eigenlijk, ik kan het heel erg waarderen als iemand gewoon niks erover zegt. Ja. En gewoon doorgaat. En dan op een gegeven moment, dan is hij er niet meer. Ja. En het heeft wel iets stoers. Ja, het heeft dus iets van een underdog-achtig iets. En daar hou ik wel van. Ja, maar gewoon ook wel stoer, vind ik. Ja. Want hij was blijkbaar al een tijdje echt ziek. En dat wist niemand. Ja. Nee. Dus Piet Paulusma. Rust in vrede. Ja. Mooi. Over een heel naar iemand. Maar je hebt toch ook een gevoelige kant. Nee, tuurlijk. Dus, maar nu moeten we weer even terug naar rectificatie. Moeten wij rectificeren? Ja, ik heb misschien iets verkeerds gezegd. Maar over Suzanne Freek. Want ze zijn dus wel een setje. Ik heb wel een setje? Ja. Jezus, je wordt steeds ranziger. Ja, dus dat. Dat moest ik even kwijt. Ik ging daarna even googlen namelijk. Ik dacht, omdat ik natuurlijk al zo had gezegd van... leuk jullie elkaar. Nee, we zijn geen setje. Maar dus wel. Oh, wel? Ja, dus bij deze. Ja. Nee. We moeten naar bijstand. Nou ja, niet naar de bijstand, maar Chateau bijstand. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Chateau bij. Ik heb het niet gezien. Ik heb fragmenten. Het begint eigenlijk al natuurlijk voordat het hele programma begon. Dat gaat over Chateau Meiland natuurlijk, die familie. Mm-hmm. Of Chateau Meiland was het eerste gedeelte. Yeah. Waar wij ze allemaal volgen. Dus het gaat om de familie naar Meiland uiteraard. Mm-hmm. Maar die gingen nu in de bijstand. En we leven nu echt wel in een periode van woke. Hè, waar dingen onder een vergrootglas liggen van dat kan wel, dat kan niet. En
dit kan dus blijkbaar niet voor volgens veel mensen. Van, want bijstand is geen amusementsprogramma. Het is niet leuk om in de bijstand te zitten. Terwijl aan de andere kant hadden we ook natuurlijk de Vrogers die zaten in de bijstand. Je had de Roelvinkjes, Gerard Joling en Goor. Ja, iedereen heeft volgens mij in de bijstand. Allemaal hebben zij zo'n soort programma gemaakt. Al, en dat gaat al jaren terug. Yeah. Alleen, ja, nu leven we in een hele andere tijd en spreken mensen zich uit hierover. Mm-hmm. Op een gegeven moment zaten ze bij 19:30, het programma Chansonny. En dat was dan zeg maar op een vrijdag of zo, 3 dagen voordat hun eerste aflevering zou komen. Mm-hmm. En het apart was, ze hadden dus iemand van, er waren 3-4 mensen die zaten daadwerkelijk in de bijstand. Mm. Daar had Johnny eerst een gesprek mee, gewoon een heel serieus gesprek, hoe zwaar het is en moeilijk. En toen opeens zat de familie Meiland daarachter gepland, per ongeluk, of waarschijnlijk gewoon wel zo neergezet. Mm. Maar daardoor wordt het een soort van extra schijnend misschien, of dan krijg je best wel een contrast. En het begint dan zo, het gesprek. Ja, Martine, Erika, Maxime, welkom. Laat ik maar gelijk even met de deur in huis vallen en even de olifant in de kamer benoemen. We hebben natuurlijk net dit verhaal gehoord en jullie stappen in dit verhaal. Wringt dat niet ergens een beetje? Ja, tuurlijk. Wij hebben het natuurlijk maar een maand gedaan. Dat is natuurlijk heel anders dan wanneer er jaren in zit. Dat is wel duidelijk. Ja. Maar goed, we hebben ons natuurlijk ingezet voor goede doelen. En het gaat er gewoon ook om daar aandacht voor te vragen. En we hebben het gewoon echt wel meegemaakt. Dus we kunnen ook inderdaad vertellen, zoveel heb je dan. En wat moet je er allemaal, hoe moet je dat allemaal oplossen? Ja, dat is wel een vraag staan die wel vaker wordt gesteld. Ja, het was voor ons natuurlijk van het luxe leventje Noordwijk naar Uithoorn uiteindelijk, wat wij niet wisten. Want we wisten helemaal niet waar we zouden terechtkomen. 3 volwassenen, 2 kinderen, Vivé de baby, een Claire'tje van 4,5 en 2 honden. Ja. Nou, ik denk een maand lang met die mensen om mij heen. Ga ik dat volhouden? Ja! Ja, maar jij was. Ja. Jij was wel. Ja, wat voor jou klein is, is voor een ander misschien wel een paleisje. Ja, dit vind ik dus wel irritant. Hè? Dat Erika. Mm-hmm. Ik weet niet, ik heb iets tegen haar. Zij probeert een beetje. Zij heeft dat belerende. Hier probeert ze sowieso een heel politiek correcte antwoord natuurlijk. Van, we willen ook toch meemaken hoe het dan voelt ook en hoe het is. Ze moet hier natuurlijk ook zo antwoorden, omdat ze krijgt zo'n vraag. En daar kan ze dan niet jolig over doen. Maar Martin die gaat al een klein beetje zeg maar, naar het leuke. En dan gaan we hier nog verder bij 19:30. Dan krijg je dit. En toen zijn we op zaterdagmiddag om 16:30 gingen we aanbellen. Ja, want je wil die mensen ook leren kennen. Wat woont daar en wat doet dat? En hoe gaat dat dan onderling? Nou, goed. Heel goed, leuke mensen. Ja. Mensen die wonen er ook al 30 jaar. Weet je, wat is echt een buurt, zoals, een beetje zoals vroeger. Ja. En inderdaad, als we wat wilden lenen, dan moesten we ook wat terug doen. En de eerste dag toen... Jij was denk ik naar opnames van Wie van de Drie of zo, want dat mocht hij dan wel doen. Dat is 1 of 2 keer gebeurd. En toen gingen wij naar die mevrouw op de hoek, weet je wel, even... wat gingen we daar doen? We gingen haar uitnodigen voor de buurtborrel, volgens mij. Nou, en toen zei ze van, willen jullie een rozeetje? Daar was ik niet bij. Dat willen wij wel. Dus wij gingen binnen zitten. Maar wij zeiden, dat mogen we niet aannemen. We moeten er wel wat voor terug doen. Toen hadden we volgens mij al 2 slokken op. Ja, wij zaten al zo. En toen zei ze, de ramen moeten nog gelapt. Voor en achter. Nou, het zijn net vissen komen met van die hele rode ramen. En toen zeiden wij, Martin is gek op ramen lappen. Dus die is daar de volgende dag gaan ramen lappen. Dus ik kwam bij Wie van de Drie vandaag s'avonds met jou. Nou, en s'morgens vroeg, toen zegt ze tegen mij, je moet ramen gaan doen bij Ingrid. Ik zeg, hoezo? Wij hebben daar een rozeetje gedronken. Dat is prima, hoor. Je bent er goed in. Ja, ik ben heel goed in schoonmaken. Nou, dat zien we in de serie, hè. Daar mankeert nog. We gaan het allemaal meemaken. Weet je, ik heb sowieso niks met die mensen, maar het wordt wel een beetje, heel simpel allemaal gemaakt. Want waarom moeten ze ramen lappen als ze een rozeetje hebben gedronken? Ja. Een soort van rel business van we moeten zo aan geld komen of zo moeten we overleven. Als hij direct een biertje drinkt, moet hij iemand pijpen misschien.
Ja, waarschijnlijk wel. Dat heeft hij waarschijnlijk ook gedaan. En, ja, maar dat ook, dat die andere zegt, ja, maar je krijgt hier niks voor terug, hoor. Nee, dat weet ik. Dat geeft ook niet. Ja, maar, ik heb geen bier. Nee, joh, dat weet ik toch. Nee, joh. Ja. Je vroeg me naar beneden. Ja, je moet doen, hè. Het moet voor het programma. Moet je pijpen. Ja. Weet je, het is... nee, maar dan begrijp ik wel dat mensen een beetje boos worden. Maar aan de andere kant, ja, je maakt dingen wel bespreekbaar. Nee, maar dat is ook zo. Kijk, heel eerlijk, hoe... weet je, wat voor hekel ik ook aan die mensen heb. Yeah. Hè, de neppigheid en zo. En weet je, al dat soort dingen. Ik trek ze gewoon niet. Maar nee. Je moet wel eerlijk kijken naar de situatie. Want zij bereiken gewoon een miljoenen publiek. Ja, en ze maken dingen wel bespreekbaar op die manier. Ja, ze zijn ook bezig voor een goed doel. Yeah. Hè, dus die komt ook in beeld. Er komen andere dingen in beeld. En ja, dat blijft, veel dingen blijven ook hangen met humor. Alleen, ik snap natuurlijk ook wel, als jij zelf in de bijstand zit, en je moet elk dubbeltje omdraaien, en zij maken het een beetje jolig, ja, dan kan dat steken, maar... Dat weet ik dus niet, want ik, misschien dat er wel gewoon niet die mensen de aanstoot te nemen, maar juist mensen die er niet in de bijstand zitten. Ja, dat kan. Dat heb je ook mensen voor andere mensen gaan denken, ja. Ja, maar dat heb je ook bijvoorbeeld met jij maakt wel eens een grap gemaakt over de Paralympics. Ja. En er werden allemaal mensen boos van, dat kan je niet maken, dit, dat. Ja. En er was één iemand, een meisje, die was wel invalide. Ja. En die zei van, nou ja, weet je, ik vind wel dat je dat soort grappen kan maken. Ja. Dus dat is natuurlijk ook het probleem. Nee, dat klopt. En, daar zit de kern in. Maar ik ben er niet klaar. Oké, sorry. Ja. Nee, wat ik wilde zeggen, want je had vroeger met de Tweede Wereldoorlog, Charlie Chaplin. Ja. En die maakte toen die film van The Great Dictator, toch? Ja, sowieso. Ja, en, maar dat ging dus over Adolf Hitler. Ja. Kijk, en hij was zelf Joods. En hij maakte daar dus een comedy over. Dus eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog. Dus over zelfs dat onderwerp heeft hij een comedy weten te maken. En ook Joan Rivers. Ja. Die was ook Joods, maar die maakte ook heel veel Tweede Wereldoorlog grappen. Over Holocaust en dat soort dingen. Maar ja, er zijn altijd ook heel veel mensen die dan... Ja, die vinden dat niet kan. Ja. En zelf... Weet je, zit ze niet in de bijstand en hebben zelf gewoon heel veel geld, maar ze vinden dan dat niet kan. Daar kan je geen amusement over maken. Ja. En dat vind ik altijd wel irritant. Ja. Dat ik denk van, ja, oké, nou ja, als je niet wil kijken, je hebt een afstandsbediening, nou, dan zet hem gewoon op een ander net. Ja. Je hoeft er niet naar te kijken. Nee, maar dat klopt. En dat is ook inderdaad met dat mensen die... zonder humor, die gaan ook oordelen over humor. Dat is ook een aparte. Dat is ook zo, ja. Maar ik heb ook, dan zeg ik inderdaad ook wel eens met, dan spreek ik ook wel eens mensen aan die een handicap hebben. Yeah. En dan op een leuke manier van, nou rolt u maar even mee, weet je wel. Yeah. Yeah. En dan, ik weet al lang dat iets goed zit tussen die persoon en mij. Yeah. En dan gaat dus iemand anders, die gaat er dan zo'n label op plakken van, oh, dat kan je echt niet zeggen. En daardoor wordt het juist zo ongemakkelijk. En ja, klopt, ja. Dat je denkt, nee, jawel, dit kan ik zeggen, want dit hebben wij een soort van ongeschreven afgesproken met elkaar. Want die persoon is niet zielig namelijk. Ja, klopt, ja. Maar anderen vinden die persoon wel zielig. Want anders zeggen ze van niet, dat kan je niet zeggen. Want dat is vanuit hun referentiekader. Omdat ze blijkbaar hebben geleerd, mensen in de rolstoel zijn zielig. Weet je, dat... Ja. Ja, maar dat dus mensen in de bijstand zijn zielig. Dus ja, maar eigenlijk is het andere is dus eigenlijk veel erger. Uh-huh. Dan, kijk, als je zegt... Zij vinden die personen... Zielig. Precies. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk, als je er grappen over maakt, dan... Ja. Kijk, want het leuke is gewoon, als je gewoon grappen maakt, weet je... Dus zo, over iedereen zo, ook. Ja, maar zelden met vrienden. Ik bedoel, ja, kijk, ik bedoel... We zeggen de meest grove dingen tegen elkaar, maar het is leuk, want je weet, je respecteert elkaar. Ja. Maar als je zegt, van, oh, je mag daar grap over maken, want hij is zielig, dan maakt het eigenlijk een stuk erger. Ja. Want dan denk je, oké, iemand heeft een handicap, maar... Ja. Ja? Ja, maar ook, zeg maar, onderling met vrienden, je hebt allemaal bepaalde, of karaktertrekken, of uiterlijke kenmerken. Ja. Of bijvoorbeeld iemand, Holleder, die noem je de neus. Yeah. Weet je, dat soort dingen, hè? Of in je groene vriendengroep, hey Dickie, of hey dat, of hey lui oog, of weet je. Yeah. En daar ga je dan weer grappen, of in ieder geval op verzinnen, of nicknames, weet je wel. Yeah. Dat zijn allemaal dingen, ja,
Dat hoort erbij. Met Hans Steeuwen van Fons. Ja, met Fons, daar moest ik net eigenlijk ook aan denken. Dat had ik in mijn hoofd. Ja. Maar ja, dat, dat valt op een gegeven moment niet meer op. Had een wijnvlek dan. Ja. Nee, maar ook dat, stel dat je zo iemand in je vriendengroep hebt, dan ga je dat bespreekbaar maken op een gegeven moment. En dan, ja, maar het is heel raar dat je over alle andere vrienden hun kenmerken wel grappig maakt, alleen net over jouw ding niet. Ja, want die ga je ontzien, want zo werkt dat niet. Nee, en dat is het ding inderdaad van comedy. Maar ik zei het inderdaad al een beetje gekscherend van mensen die geen humor hebben, die gaan over humor oordelen. Maar het is in de kern is dat wel zo. Ja. Want dat kan niet. Jawel, het voorbeeld van mij net, dat ik gewoon grappen maak over mijn baas, gewoon harde grappen. Ja. Dat is fijn, want dat kan en het klimaat is fijn. En hij snapt het. En zo is het ook, want daar was de nar ook voor vroeger. Ja, ja. Want ik zei bijvoorbeeld van, we hadden de laatste speech die ik hield. Dat was bij vorige icoon die wegging. En we hadden nu natuurlijk eigenlijk allemaal gehoopt dat hij wegging. De baas of zo, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat is gewoon een klassieke grap. Van natuurlijk de leider onderuit halen. Ja, dat is leuk, hè? Ja, en dat werkt. En dat moet ook. Hoe heet dat? Wij mogen ons ook gelukkig prijzen dat zeg maar op tv en radio overal dat we grappen mogen maken over Rutte. Ja. En in Rusland en een andere dictator. Mag je ook grappen maken over Rutte? Ja, ja. Ja, inderdaad. Maar niet over Poetin, want dan dat soort dingen. Nee, klopt. En dat zijn wel. Het wordt allemaal steeds gek. Ik las ook, er was voor mij in Hannover was een festival. Dat ging voor het klimaat, was het festival. En dan was er een Duitse singer-songwriter. Ja. Of een vrouw, en die had dreadlocks. Oh, ja. Maar we denken, die mocht niet optreden. Ja. Waarom niet? Omdat ze dreadlocks had. Ja, want dat was vorige week of zo. Of twee keer. Ja, en dat was een toe-eigening. Ja. Zij eigende een andere cultuur toe. Ja, als blanke, als wit iemand mag je dus geen dreadlocks hebben. Nee. En toen zeiden ze letterlijk tegen haar van, hey, je mag wel optreden als je dreadlocks even eraf haalt. Ja. Nou, dat denk ik echt van, ja, weet je, hoe is het? Ja, de culturele toe-eigening wordt dat genoemd inderdaad. Ja, maar dat is toch gewoon, ontzettend aan het discrimineren. Ja, dat is juist. Van, nee, als jij anders bent, als jij je haar anders doet, hè, ja, dat dan je mag je doen. Ja, als jij, ja, dat zou heel raar zijn, ja. Of ja, dat is heel raar. Ja, dat is zo tegen een dik iemand van, je mag wel komen als je even gaat afvallen. Ja. Want dit is allemaal het toe-eigenen wat je doet. Ja, ik vind het ook echt een heel lastig gebied. Want van, want het hoorde blijkbaar bij slaven. Ook een bepaalde vlechtstijl, zeg maar ook. Ja, maar ja. Maar moeten we nou op alles gaan letten? Je kan toch gewoon vlechtjes mooi vinden? Je kan toch een bepaalde manier van vlechten mooi... Ja, je kan maar het ding is dus eigenlijk wat iedereen wil, is dat je mensen niet afrekent op hun uiterlijke kenmerken. Ja. Weet je, iedereen is gelijk ongeacht hoe je eruit ziet. Ja. Dat wil iedereen van. Of iemand nou wit, paars, zwart of geel is. Of kort haar, rood haar hebt of lang haar. Dat maakt geen moer uit. Qua blijkbaar maakt het dus wel uit. Dus je mag. Dus als je dreadlocks hebt, dan is het niet van jouw cultuur. Dus dan mag het niet. Nee, dus wat? Moet ze dan alleen lederhozen? Met een braadworst in de. Ja, en in Nederland mogen we alleen klomp lopen. Ja, je mag niet. Ja. Ja, dat is dus zo. Ja, dan moet je gewoon. Het is geen. Het gaat er ook om. School voor kinderen. En ik weet niet of het gewoon bij de zwarte gemeenschap gewoon veel gevoeliger ligt. Of misschien helemaal niet. Dat, misschien zijn er ook heel veel donkere mensen die het helemaal niet boeit. Maar ja, ik weet het. Misschien praat ik wel makkelijk, omdat ik een blanke man ben. Maar makkelijk praten. Soms moet je ook zeg maar een streep ergens onder zetten. Van, hey, Nee, maar goed. Maar kijk, maar het ding is, vroeger in Amsterdam, in de jaren 80, dan had je de IT en had je al die andere discotheken. En iedereen die liep gewoon. Je had de grootste idioten. Je had mensen die in een leren broek zonder reet hadden ze eruit geknipt. En punkers had je. De meeste gekke types kwam je tegen. En, maar ja, je leerde gewoon van, oh, dat hoort erbij.
En was, ja, soms moest je erom lachen. Maar het is niet dat je, omdat je, weet je, groeit hem op en je hebt er geen waardeoordeel. En dat wil je eigenlijk. Ja. Dat maakt niet uit hoe mensen, kijk, ja, ik vind wel, als je een broek aan hebt, dat je reet, die moet je niet uitknippen. Dat vind ik wel goor. Ja, dat vind ik goor. Maar voor de rest, of iemand nou punker is, of wat dan ook, of een stalen pin door zijn neus boort, ja. Of zo'n rondje in je oor wat steeds groter wordt. Ja, ja, ja. Nou, dat mag dan ook niet. Nee. Want dat is dan ook toe-eigening. Ja. Toch? Of als je een bordje in je lip wil, ja, dat is ook toe-eigening. Dat mag ook niet. Ja. Ja, dus, nou, dus, ik vind ook inderdaad gewoon, je moet... Er lopen inderdaad de meest rare aparte mensen rond. Maar dat is leuk. Maar ik heb daar geen last van. Nee, dat bedoel ik. Ze zijn toch gewoon, ze gedragen zich toch gewoon. Ja, kijk, en dat is het ding. En het is niet van, nee, want dat is van onze cultuur. Oké, okay, dus als je donker bent, mag je geen stampot andijvie eten. Ja. Toch? Ja. Want dat is onze cultuur. Dat eigenlijk, ik denk ook niet dat heel veel mensen uit Afrika stampot andijvie lekker vinden. Ja. Maar je eigen, of een kuiltje voor de jus, dat mag dat niet. Dat is toe-eigening. Je eigen ertoe. Ja, ik vind het heel belachelijk. Sorry dat ik het zeg. Ja. Maar de mijlandjes. Want we zijn nog niet klaar met de mijlandjes. Oh, jammer. Nee, zeker niet. Oh. Want, uiteindelijk was de eerste aflevering er. En dan, dan krijg je dit onder andere. Ik moet straks nog naar Fanny. Waarvoor? Ja, wat denk jij? Kan een maand in die wenkbrauwen. Ja, ik ga een maand in het huis. Dan kan ik toch niet, ik ga toch niet een maand met van die lichte wenkbrauwen lopen? Ja. Ja, lichte wenkbrauwen, dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee. Dus dat zijn, dan is zeg maar... Hij verft die zijn wenkbrauwen. Ja, blijkbaar, of dat laat hij dan doen. Want dat kan als je geld hebt. En als je in de bijstand gaat, dan kan dat niet. Nee. Nee. Dus dat is voor hun dan wel, dat is daar de cultuurshock, hè, wat ze dan opeens gaan leren kennen. Maar dan ben je, dat is ook wel echt, heel elitair allemaal, dat soort dingen. Als je wenkbrauwen verft. Ja. Maar stel je, jij wordt grijs, zou je haar dan verven? Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Echt niet? Nee. Maar je ziet er wel weer oud uit, vind ik. Ja, maar ik zie er sowieso altijd heel jong uit. Oh. Ja, dat bedoel ik. En als je dan een keer grijs wordt, dat is ja, wel... Ja, ik weet niet. Nee? Nee, ik weet het niet. Maar het ik hou niet van dat neppe gedoe van dat, weet je. Oh, wenkbrauwen, dat... Weet je, zo overdreven en van, kom op, dit is nu niet wat telt. Hè? Je gaat de bijstand in en dat is wat ze moeten leren. Dat is in ieder geval van, weet je, het gaat niet om je wenkbrauwen, fucking Mogol. Dus. Ja, dat is waar. Maar gelukkig heb je dan... Heb je mooi gezegd. Ja, maar gelukkig hebben we ook... Ik vind het wel, dat maak je wel van een statement nu. Ja, maar gelukkig hebben we nog Maxime en Maxine. Maxime die heeft ook iets heel naars over zich. En, moet je eens even... Op bijstandsniveau leven denk ik wel dat ik dat kan. Want ik ben dat ook wel gewend van thuis. Ik bedoel, wij hebben hoge pieken gehad, maar ook lage. Lage dallen. Ja. Je hebt lage dallen gehad. Ja. Maar eerst... Maar niet het ergste, hè, lage dallen. Ja, nee, maar... Ik ben nou erger dan lage... Dan, ja, dan die, ja dan maar je ziet haar gezicht niet. Maar ook, zeg maar... Ze zegt eerst, we hebben hoge pieken gekend en lage. Ja. Ja, dan denkt ze, oh nee, dat is niet goed. Hè, nee, Nee, lage dallen. Dan denk ze, zo, dat heb ik even mooi verbeterd. Zo, met zo'n, zeg maar, zo'n blik van, zo, dat heb ik even mooi gerectificeerd. Maar dat, die zelfgenoegzaamheid van, ik kan heus wel Nederlands praten, hoor. Weet je, dat trek ik niet van haar. Nee? Ze denken allemaal dat ze de wijsheid in pacht hebben. En weet je, en van wij zijn de Meilandjes, weet je wel. Wij zijn populair en wij, weet je, niemand kan om ons heen. En wij doen dit weer even. Het is heel gek, ja. Die hele familie, het is echt... het is gewoon, die man, die is... omdat hij zo overdreven homo is... Ja. Dan is het grappig, maar voor de rest is het gewoon helemaal heel vervelend. Ja, maar zij proberen een beetje, en dan gaan we naar het volgende moment, want zij proberen dat gedrag van die man ook een beetje te kopiëren. Van, oh, wij gaan dan ook lekker daarin mee, op, weet je, dat niveau. En wij kunnen ook heus wel grappig zijn, want dat is het. Hè? Hij is van nature natuurlijk zo, en hij zet natuurlijk wel een tandje hoger in. Maar zij proberen toch ook een beetje te acteren op die manier. En dan krijg je dit.
Doe te bezillen. Op mijn lippen. Kijk er maar uit, ja. Op je weg. Het is voor ogen. Nou, echt? Is... Ah. Ja, er komt een agent aan. Rijdt nu politie langs? Hoor dan. Ik schrik me helemaal. Een agent wil inhalen. Meis, wat erg. Wat rijdt die politie hard? Ja, natuurlijk. Die gaan een boef pakken. Nou, geef maar terug die ISQ. Ja, dan moeten ze niet opeens hun sirenes aan, want dan wek je angst. Ik was afgeleid door dat IGL. Nina, nou, ik word opgefokt van ja, hem. Jij moet ophouden, Martien. Waarom is het warm? Verbang, nee. Ik vind het niet meer leuk. Jongen, ik denk dat in de bijstand leven nog wat te doen is, maar met jullie wel wonen. Nou, jullie houden mij er even buiten. Dat wordt een uitdaging. Hij gilt. Ja, maar hier gebeuren een paar dingen. Oh ja? Ja. De politie komt, het is op de snelweg en de politie zet sirene aan, motormuizen is dat, en de zwaailichten. Nou, je hoort heel hard een geluidseffect, waardoor je dan ook even denkt, zo, wow, dat is hard. Maar er gebeurt in wezen eigenlijk helemaal niks. Je ziet er gewoon in je auto, in je spiegel, zie je gewoon agenten. Dus, en dan ga je gewoon opzij. Dat is wat er normaal gebeurt, toch, als je in zo'n situatie komt. Hallo? Ja, ja, nee, ik ben aan het luisteren. Af en toe moet je zeggen, ja, klopt. Ja. Maar zij gaan dan, oh jezus, ook schrikken, oh jeetje. Ja, maar ze moeten dat niet zo doen, want dan, dan wek je angst. Dat lul je dan, stom ook, ten eerste. Mm-hmm. En dan zegt Erika van, ja, ze gaan een boef pakken. Jezus, de laatste keer dat ik het woord boef heb gebruikt was in 1985 of zo. Ze gaan een boef pakken. Doe eens even... En dan als laatste zegt, dan gaat Maxime nog zeggen, nou ja, in de bijstand dat kan wel, maar met jullie? Weet je, echt zo van, oh, wat een leuke grap, weet je? Ja, maar jij irriteert je heel erg aan die familie. Voel je dat? Nee, maar weet je, het boeit me nu niet eens meer of het nou om bijstand gaat of niet, ja. Maar gewoon dat neppen, en ze kijken zo vaak ook in die camera. Het is gewoon echt van, staat het erop? Weet je wel, zo kijken ze bijna in die camera. Ja. En ook, wat ook bij mij agressie opwekt en irritatie is, Claire. En Claire is een meisje van 4, dus een kind van dinges. En op een gegeven moment moest die minder in beeld, want kinderarbeid, hè, zo werd dat gezien. Okay. Dus die afspraken waren op een gegeven moment gemaakt van, ze mag nog maar... 4 keer of 6 keer per jaar in beeld. Mm-hmm, mm-hmm. En toen dachten ze van, ja, oké, dat moet dan maar. En toen dachten ze van, nee, dat vinden we eigenlijk toch niet leuk, want Claire hoort gewoon bij ons gezin. Yeah. En toen hebben ze nog een keer om de tafel gezeten, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Yeah. En toen bleek dus dat ze uiteindelijk toch vaker in beeld mocht, want zij was niet het hoofdonderwerp. Oh ja. En dus op die manier konden ze dat nog ontwijken. En nu zie je dus het kind weer vaker in beeld. Maar wat ik dus heel apart vind. We kennen allemaal de situatie van Michael Jackson. En die hield zijn kind echt verborgen. Hè, onder een blanket. Zo heet dat kind op een gegeven moment ook. Blanket. Ja. Want je wilt toch je kind zeg maar buiten de media houden. Ook met het gevaar van ontvoering en zo. Dat soort dingen. En afpersingen daardoor. En, ontvoering vind ik een beetje kort door de bocht. Ja? Ja, natuurlijk wel. Want als mensen iemand willen ontvoeren, dan doen ze wel onderzoek. En het is niet, we weten niet wie het is, dus we doen het niet. Ja. Begrijp je? Ja. Nee, maar ja, ik weet het niet. Ja, mensen tieven ook gewoon alles op social media, toch? Ja, klopt. Dus of ze het nou op social media of in het programma zetten, dan maakt het denk ik ook niet heel veel meer uit. Nee, maar het is sowieso het ding met de media en de social. Iedereen knalt alles overal op. En we hadden het net al over Piet Paulusma, die in waardigheid is gegaan dan. Met niet zoveel bekendheid aangeven aan zijn ziekte. Zo kan dat ook. En dat kind wordt overal bij betrokken. En er zijn camera's op het hoofd. En met YouTube is het natuurlijk ook zo dat gewoon gezinnen, die maken eigenlijk gewoon misbruik van hun kinderen. Want die kinderen zijn hun money, hun melkkoe. Ja, hun melkkoe, ja. Klopt. Ja. Ja. En, maar ja, ja. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Dan heb je ook weer een punt gemaakt, eigenlijk. Ja, maar dat natuurlijk, dat weet ik wel. Ja, je bent wel lekker bezig vandaag. Ja, toch?
Ja, maar, ja, maar ik heb hier ook op zitten oefenen, hè, op dit stukje. Ja, dat is waar. Dat hoor je ook, ja. Ja. Maar ja. Wat dan ook weer... we gaan heel verder, want... Natuurlijk. Ja, ja, het is jouw podcast. Ja. Op een gegeven moment was ook al apart. Ze gingen dan naar de Kruidvat. Ja. Want dat is natuurlijk goedkoper shoppen. Maar toen dacht ik van... Hey, weet je, dat... Het zou toch dan... Maar zou ik anders gewoon maar ja zeggen de hele tijd? Nee, maar je mag hier, nu, ja, mag je, nee, je mag nu meedenken. Een beetje wat je wil, hè? Ik bedoel, nee, gewoon, nee, je mag nu meedenken. Ja zeggen en dan gewoon een bandje. Ja, maar ik ben afgestudeerd op de Meilandjes. Dus ik... mini-workshop. Nee, maar je mag nu meedenken. Want dat is wel weer positief. Ja. Want zou het dan niet realistisch zijn... Dat is wel een hele leuke podcast. Op een gegeven moment mag ik ook meedenken van... Ja. Ja, dan mag je je dagboek schrijven. Doe je cv. Ja, ik heb af en toe meegedacht. Ja, ik moest heel veel ja zeggen, maar af en toe zei hij, ja, je mag nu meedenken. Ja. Nee, maar ze gingen naar de Kruidvat, maar ik dacht, trek het dan door. Weet je hebben nog dan, een kwartier, 10 ja, minuten. Doe dan realistischer. Ga dan ook jatten. Hoe bedoel je? Ja, als je in de bijstand zit. Oh, je wilde die grap nog even maken. Ja, nee, dat is leuk. Nee, maar of dat je dan een dagje in de cel zit, of dat dan... Ja, dat is wel gaaf geweest. Of mannen afwerken op een afwerkplek. Ja, dat ook camera's overal erbij. Maar ook dat die Maxime een car date doet. Aan wat? Zo'n, weet je, wat je vroeger had bij Centraal Show. Toch van die achter Centraal Show van die heroïnehoertjes. Ja, ja, dat. Een mannen gaat pijpen, ja. Ja, of dat dan dat kind, weet je wel, Claire, die van 4, dat die uit huis wordt geplaatst vanwege de toeslagenaffaire. Ja. Weet je, dat is toch realistischer. Of die hond die ze net asiel moet brengen. Ja, spijtje. Ja, dan allemaal hetzelfde schuitje. Ja, dan met hetzelfde schuitje. Ja, inderdaad. Fucking hond het asiel. Ja, en dan of dat Maxime dan achter het raam gaat zitten met Erika erbij. Nou, die zou weinig opbrengen, denk ik, Maxime. Ja, nou, Maxime op zich. Ja, vind je wel? Ja, ik heb dan een keer een foto... Want toen zaten ze... Op je bed gehangen van Maxime. Nou, ze waren toen op Ibiza, geloof ik. En toen had ze een bikini aan. En toen heb ik wel een screenshot gemaakt. Van de... Ja, maar alles met bikini vlaag, ja, denk ik. Nou, als zou Erik een bikini aantrekken, dan... Nee, maar ik vond dit wel... Ja, echt waar? Ja, dit was ik zo. Weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ja, nou goed. Ik vind het nou niet echt juf van het. Oh. Oké, heb jij ook je mening kunnen geven nu? Ja. Oké, ik ga weer ja zeggen. Nee, maar dit was mijn spreekbeurt. Over de bijlast. Heerlijk. Creator. Dutch. Maar ik denk niet meer dat de gast nog komt, of wel? Jawel, want die reageert namelijk nu. Oh, die zegt, ik schrik me net wakker. Oh, wat kut dit. Kut, sorry. Ik zeg, nou, we kunnen zo misschien nog Creative Talk doen. Zegt ze, vanavond? Ik zeg, nee, over 15 minuten. Oh, ja. Maar dit vind ik irritant, hè. Dat zijn van die mensen die denken... Oh, maar ik kan vanavond wel. Ja, maar wij nemen nu gewoon op, hè. Dus wij hebben gewoon afspraken en planningen. Ja, maar dit illustreert wel een beetje hoe serieus mensen ons nemen. Ja. Nee, ja, maar dit is vaker. Want mijn vriendin die zei net, ga je weer je podcastje opnemen? Ja. Totaal niet serieus genomen. Ja, maar dat is irritant met bepaalde creatieve dingen. Van, maar weet je, een podcast neem je gewoon op, weet je, dat spreek je af. Ja. En vorige keer zei ze ook van, ik kan anders wel dinsdag. Ik zeg, ja, maar ons podcast gaat maandag online. We moeten dan iets hebben. Ja. Ah ja, weet je, mensen moeten ook een beetje erin komen. Ja, dat snap ik, maar... Toch, ik ben al lang blij dat er iemand überhaupt... Ja, maar kijk, Jannes... De moeite neemt. Nee, maar Jannes snapt dan van... nu... Ja, Jannes, top. Ja. Kan niks anders over Jannes. Jannes was echt top. Ja. Ja. Dat is wel een dus als je ooit nog luistert, Jannes... Ja. Dat was echt top. Nee, ja. Maar ja, weet je, maar één Jannes. Ja, dat klopt. Eénster reviews. Ja, ik heb twee korte. We beginnen bij de Vibra. Jolanda, die heeft daar een review over. Die zegt, ik stond voor de deur en een zaak is weg. Wauw. Ja, dus waarschijnlijk toch Hans Kassan is toch echt wel beter dan, denk ik. KFC Amsterdam, Clarence. Altijd goed, hè. Ja. Die zegt, de friet is altijd slap en de kip is nooit vers.
Ik maar krijg... hij komt er altijd naartoe. Ja, ik krijg altijd... En nog erger, ik krijg altijd last van mijn buik als ik jullie eet. Is het nog niet zo moeilijk om vers eten te bereiden? Jezus, altijd. Is... Hoe fucking hard leers moet je dan zijn? Dat je denkt, ja, ik ga het nu gewoon nog een keer proberen. Ik krijg altijd, dus ja. Ongelooflijk, altijd last van mijn buik. Hoor. Ja. Ik ben weer teleurgesteld. Denk je? Ik ga morgen weer. Ja, dit is ik ga volgende week weer controleren. Achtste keer dat ik weer was. Ja. En nu wil ik in de keuken kijken. Ik weeg nog 48 kilo, man. Ik ben alleen maar het scheiden en te kotsen. Nee. Ja. Ja, dus ja, nou, dat was Clarence. Ja. Ja, ik heb wel met hem te doen. Met ja, Clarence. Maar hebben we misschien advies voor Clarence? Ja, nee, gewoon net lang terugkomen tot het... Het is wel gewoon... Hij blijft wel doorgaan. Hij is geen opgeven. Nee, dat is het. Misschien blijft hij toch een soort van hoop houden of zo. Of, ja, maar dan moet hij eigenlijk ook iets opbouwender zijn. Van, ja, ik kom hier altijd. Willen jullie erop letten? Ik geloof in jullie. Weet je wel, een beetje meer, misschien positievere aanmoediging of zo. Ik kom hier altijd, nooit tevreden. Ja. Ik word gek. Ik trek het niet meer. Ja. Heerlijk. Nou, dit waren even kort de reviews voor deze keer. Mooi. We hebben, Creative Talk bewaren we toch weer voor volgende keer. Want wij hebben eigenlijk vragen die zich beter lenen als er een vrouw bij is. Ja. Oh, zo, dat was de hond. Hé, hey, hij leeft, of heb je een andere? Want ik had vorige keer een nieuwe man. Oh. Nee, maar het is ook wel mooi dat om 3 uur 's middags dat iemand zegt, oh god, ik schrik wakker. Ja. dat is toch ook wel weer heel grappig dat we dat... Maar ik herken dat wel, want ik heb dat soms ook. En dan denk ik, dat is wel iemand die... Helemaal door de wekker ben heen geslapen. Ja. Word je wakker, is het fucking 3 uur. Ja. Ja, ik heb in de winter, dan is het al donker, zeg maar, als ik dan wakker word soms. Dan denk ik, dat is ook apart. Maar dan word je pas om 4:30 wakker dus. Ja, soms, maar dan ga ik ook heel laat naar bed. En dan, dan word ik inderdaad, dan slaap ik klokje rond, maar dan wel... Van donker naar donker. Wauw. Wauw. Dat is alleen als ik depressief ben elke winter. Wauw. Dan zit je echt diep, hou. Dat is echt, nee, joh, dat echt heel mee. Diep. Wauw. Dus ja, dan maak je gewoon helemaal daglicht maak je niet meer mee. Nee. Dus ik heb nu een lamp gekocht die echt heel fel is, waardoor het net daglicht lijkt. Ook wel dacht dat je wel zeker een touw gekocht. Een touw? Ja, dat is komende winter weer. Ik heb deze winter overleefd. Dus dat gaat nu goed komen. Ja, heerlijk. Oké. Okay. Ja, dit was hem voor deze keer. Mensen die heel graag over neuken, vragen over neuken willen horen. Luisteren. Maar die kunnen altijd een DM sturen. Die kunnen altijd een DM sturen. Daar kunnen we over praten. de volgende keer wordt het alleen maar leuker. Ja. Want wat in het vat zit, verzuurt die mensen. Nee. Luister gewoon weer. Doneer. En de mensen die tot hier hebben geluisterd en die nieuw waren. Er zijn ook extra afleveringen. En je kan gewoon DM'en en dan krijg je van mij een linkje. Misschien dat Erik ooit nog terugkomt of zo. Ja, als je doneert. Ja. Anders denk ik niet, toch? Nee, het gaat hem echt om geld. Ja, ja, precies. Ja. Hey, oké. Okay. Ja. Dit was het voor deze week. Tot de volgende week. En hopelijk wel met iemand die gewoon op tijd wakker is. Mensen, dit was hem. Tot volgende week. Doei.